Waarschijnlijk sta je er niet vaak bij stil, maar begraven of gecremeerd worden is slecht voor het milieu. Maar daar komt nu verandering in door de nieuwe Nijmeegse onderneming Fair Coffins. Wat wij doen is ecologische uitvaartkisten maken die vooral ook betaalbaar zijn. En dat lost vooral een probleem op. Op dit moment zijn er heel veel vervuilende uitvaartkisten in Nederland. 120.000 per jaar worden er verbrand en begraven. Ik had zoiets, daar moet verandering in komen. En toen zijn we Fair Coffins begonnen. Van Linde heeft zelf 7 jaar in de uitvaartwereld gewerkt. Toen kwam hij dagelijks van die vervuilende uitvaartkisten tegen. En dat kon zo niet langer, vond hij. Daarom bedacht hij een nieuw soort kist. We kunnen dus alle patronen kunnen we erop printen die we willen. We hebben 5 standaard patronen. En daarnaast kunnen mensen straks via onze website kunnen ze hun eigen foto's of patronen uploaden. Dus kun je ook nog een keer een helemaal gecustomized kist maken. Het verschil tussen de Fair Coffins en de vervuilende budget uitvaartkisten is voornamelijk dat die vervuilende kisten die zijn gemaakt van spaanplaat. Daar zit 3,5 liter lijm per kist in. Dat is vaak een plastic veneer die daar overheen zit. Zo, het ziet eruit als hout, maar het is gewoon plastic. En het interieur is vaak van synthetisch materiaal. Ja, als je dat natuurlijk gaat begraven of je gaat dat in brand steken, ja, dat is één groot milieudelict. Dat is hartstikke vervuilend. Wij zijn helemaal 100% ecologisch. Het zijn gerecyclede materialen. Met FSC-keurmerk erop. En ja, dat is veel beter voor het milieu.